dat afbeelden van het naakt kent dan telkens een opleving en een terugval. Mens sama, in corpore sane, een gezonde geest in een gezond lichaam, laten we daarvoor bidden. Dat schreef de Romeinse dichter Juvenalis al in de eerste eeuw na Christus in zijn satire. En ook de oude Grieken dachten er zo over. In de vijfde eeuw voor Christus beelden zij al het naakt af. Want ze beschouwden het menselijk lichaam als esthetisch en heel plezierig om naar te kijken. Allemaal symbolen om erotiek te duiden. En de 17e eeuwers, die veel meer dan wij gewend waren, die symbolen, die wisten heel precies wat daarmee bedoeld werd. Dus wij iets meer naar binnen in zitten en gedicht, dat kunnen we letten van en dan wordt het gedicht, gelezen. We brengen bij me binnen, samen één voor één. Ik nacht die eerste ingrediënten, roert het mij meteen. Maar er is zoveel te verdienen. Ik raak er vol van. Wat is dat wat ik mis? Ik zie wat jij niet ziet, maar ik zie niet wat ik zien zou als jij het ook zou zien. Oh, liever zie ik de aanblik van jouw gezicht. Liever zie ik de aandacht van jou.